De beoogde kazerne in het Horstervold in Zeewolde gaat plek bieden aan duizenden militairen. Dat zei commissaris van de Koning Leen Verbeek maandag in zijn nieuwjaarstoespraak in het provinciehuis. We praten over 5.000 tot 7.000 banen, 1.300 opleidingsplaatsen. Ik heb me er zelf ook erg voor ingezet om dat op de agenda te krijgen. We moeten natuurlijk nog een heel traject gaan. Het gaat over een totale reorganisatie van Defensie. Het is in die zin niet zozeer een nieuwe organisatie, maar een verplaatsen van. Dus dat heeft nog heel wat voeten in de aarde. Dat zal ook nog wel een paar jaar duren voordat er daadwerkelijk gebouwd wordt. Maar Flevoland is er klaar voor. Afgelopen jaar werd bekend dat Zeewolde in de race is als locatie van een nieuw te bouwen kazerne. In december liet staatssecretaris Christophe van der Maat weten dat het gebied bij Zeewolde de ideale locatie is. Een plek waar commissaris Verbeek voor gelobbyd heeft. Ik heb zelf gesprekken gehad, zowel met Kamerleden als met vertegenwoordigers van Defensie, als met de staatssecretaris. Ook al in de vorige periode werd hier vertrouwelijk over gesproken. En we zien het nu naar buiten komen en tot wasdom komen. En zo horen die processen ook te gaan. Wanneer de kazerne bij Zeewolde er moet zijn, is nog niet bekend. Het kabinet neemt in de eerste helft van dit jaar een besluit over de locatie. Ik vind dat Flevoland, ik zei dat ook, is mede drooggelegd voor nationale en internationale taken. En dit is daar een schoolvoorbeeld van. Voor de kazerne in Zeewolde is zo'n 500 hectare grond nodig.